Op de N2 is zaterdagmiddag iets na 2 uur een voetganger door een auto geschept. Het slachtoffer had pech gekregen op de A2 en zijn auto op de vluchtstrook stilgezet. Volgens een woordvoerder van de politie was de wegenwacht al bij de auto met pech. Uit de eerste meldingen lijkt het dat de bestuurder op de rijbaan is gaan lopen en daarbij is aangereden. Het dodelijk ongeval gebeurde tussen de af- en oprit bij Eindhoven Airport. Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen, maar hulp mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De N2 zal in zuidelijke richting nog enige tijd dicht zijn voor sporenonderzoek. Omrijden kan via de hoofdrijbaan, de A2. Naar verwachting zal de N2 rond 4:30 weer open zijn voor het verkeer.